Welkom in deze video. Um, in navolging van de video rond verlatingsangst gaan we in deze video eigenlijk dezelfde oerwonden bekijken, maar dan meer vanuit de vervormde mannelijke energie. Dus bindingsangst als een zielsles. Nu, als je de video rond verlatingsangst nog niet hebt bekeken, doe dat dan eerst. Ik zal anders zorgen dat er hier een linkje um, verschijnt zodat je daar onmiddellijk naartoe kan gaan, en anders via uh, mijn de playlist zielslessen, dan ga je die ook heel snel terugvinden. Zodanig dat je mee bent in deze manier van denken en in het bekeken van deze angst als een zielsles. Want bindingsangst en verlatingsangst zijn eigenlijk verschillende uitingen van diezelfde oerwonden in ons zijn. En de reden waarom dat het zich op een andere manier manifesteert, is omdat het verbonden is met of de mannelijke of de vrolijke energie in onszelf. Dus afhankelijk vanuit welke energie dat je hoofdzakelijk leeft, zal je die oerwonden eerder ervaren als bindingsangst of als verlatingsangst? Dus dat heeft niets te maken, ik herhaal, niets te maken met het geslacht, maar wel eerder met de energie. Nu, bindingsangst is verbonden met de oerwonden in de mannelijke energie. Toen dat de mannelijke energie zich wou wo gaan ervaren in de wereld, splitste die mannelijke energie zich af van de vrouwelijke energie. En hierdoor ontstond een leegte in de vrouwelijke energie, waardoor dat die vanuit de leegte in zichzelf de mannelijke energie opnieuw overledig gaan absorberen, zodanig dat ze weer één werden. Vandaar ook het loper, jager, runner, chaser patroon in diepe zielsconnecties, waaronder bij tweelingvlammen, tweelingzielen en uh, diepe soulmates. En dat heeft te maken met deze oerwonden. In het dagelijks leven zie je deze wonden uh, ook bijvoorbeeld bij mensen die hun seksuele energie gebruiken om de andere te vangen. Vooral bij vrouwen ga je dat vaak zien, maar je kan het even goed ook bij mannen zien. En dat, deze vorm is eigenlijk een veruiterlijking van een vervormde vrouwelijke energie. En dat is eigenlijk er enkel en alleen maar om de leegte in zichzelf te gaan vullen. Je ziet dat ook, deze wonden, in het aangaan van betekenisloze seksuele uh, contacten. Waarbij de persoon in kwestie eigenlijk een hele diepe nota aan liefde en intimiteit geeft, maar niet weet hoe dat die liefde in zichzelf terug te vinden is. Laat staan dat ze geleerd hebben hoe dat ze op een geheelde gezonde manier zich kunnen verbinden met een andere ziel. Dus zoals je merkt kan je verlatingsangst en binningsangst ook niet zo eenvoudig van elkaar schijnen. Want zoals ik al zei bij de video rond verlatingsangst, je kan zelfs beide angsten ervaren afhankelijk van waar je zit in je ontwikkeling en, waar en vanuit welke energie je gaat gaan functioneren. En ook al lijken ze heel tegenovergesteld van elkaar, ze zijn ontstaan vanuit diezelfde wonden, maar worden natuurlijk anders geuit, afhankelijk van de uh, energie waar dat je vanuit leeft. Nu veel zielen die kiezen voor bijvoorbeeld betekenisloze seksuele contacten, hebben eigenlijk de angst om zich te binden, maar verlangen wel naar een diepe connectie en verlangen wel naar die verbinding. Maar het leven heeft hen geleerd dat je beide niet kan hebben. Ze hebben de onbewuste overtuiging dat je niet vrij kan zijn, en tegelijkertijd verbonden kan zijn via een diepe zielsconnectie en die volledig ervaren als emotioneel vervullend. Wat natuurlijk een ver vervormd beeld van de relaties en van het leven is. En opnieuw ontstaan uit die oerwonden. Seks als intimiteit is dan eigenlijk een manier om die leegte tijdelijk te gaan vullen. Totdat ze op het punt van bewustzijn komen waar dat ze de diepere wonden in zichzelf gaan helen en dat ze eigenlijk gaan ontdekken dat je niets misloopt wanneer je jou bent. Of dat je niet verlaten wordt wanneer je niet in de relatie bent. Zielen met bindingsangst hebben vaak ook het gevoel dat um, wanneer ze zich binden aan één persoon, dat ze zoveel andere mogelijkheden gaan mislopen. En achter ook hier is dat eigenlijk een verkeerde overtuiging die ergens ontstaan is vanuit een trauma, vanuit voorouderlijke patronen, vanuit oude templates rond relaties die we gezien hebben bij ouders, familie, vrienden, gewoon in de maatschappij. En het is wanneer je groeit en je bewustzijn verruimt, dat je zal beseffen dat je eigenlijk alles kan vinden wat je nodig hebt in die ene relatie, bij die ene persoon, op voorwaarde dat jij daarvoor open staat. Want tenslotte willen we allemaal de ware liefde ervaren. Wil we willen allemaal ons veilig voelen, zodanig dat we eigenlijk op elk moment onszelf kunnen zijn in een diepe liefdesconnectie. Maar dat vraagt natuurlijk dat je de schaduwen en wonden in jezelf gaat gaan healen. En dat je de overtuigingen die je hebt, dat je die tegen het licht aanhoudt, zodanig dat je die kan aanpassen aan je nieuwe waarheid. Zodanig dat ze meer. Aansluiten aan de nieuwe versie van wie dat jij aan het worden bent. En een nieuwe waarheid, waar dat binden niet betekent dat je jouw vrijheid opgeeft of dat jij je volledig moet gaan aanpassen uh, voor iemand anders. In gezonde, harmonieuze relaties, die aangegaan zijn vanuit een hoger bewustzijn, is elke partner heel in zichzelf, is volledig. En ze hebben de anderen niet nodig om hun dromen na te jagen, of om zich beter te voelen, of om zich geliefd te voelen. Deze zielen weten dat ze niets of niemand nodig hebben om hun beste leven te leiden. En ze geven hun leven vorm vanuit die geheelde, hogere energieën. Want het hebben van een partner in hun leven is een meerwaarde. Waar, waar dat ze eigenlijk elkaar gaan ondersteunen en elkaars kwaliteiten gaan versterken. Relaties aangegaan vanuit een hoger bewustzijn, waarbij dat die oerwonde geheeld is, die halen ook het beste aan elkaar naar boven, omdat ze elke dag nog beter worden in het zijn van de beste versie van zichzelf. En hierdoor kunnen beide partners hun wensen en verlangens vervullen, terwijl dat ze samen verder het pad lopen, terwijl dat ze samen verder het leven delen. Mensen met bindingsangst en verlatingsangst hebben de neiging om de relatie vanuit de oerwonden dat ze hebben, te gaan saboteren. En dat vertoont zich natuurlijk in gedrag, in 3D, zoals ghosting, of de ander wegduwen, of wantrouwen en zo meer. Want op die manier zorgen ze er eigenlijk voor dat ze niet verlaten worden, of dat ze, dat ze zich op een bepaald punt in de relatie niet in de steek laten voelen. Dus als jij iemand bent die op zoek is naar een krachtige zonder relatie, je wilt dat gaan ervaren, dan is het belangrijk om aan de trauma's en de wonden dat je um, nog meedraagt in je energie, om daaraan te werken. Want elke relatie die op je pad komt, of dat nu degene is dat je nu in bent, of een volgende relatie, zal die wonden blijven weerspiegelen zodanig dat je ze gaat gaan healen, zodanig dat je ze gaat gaan aankijken. En op het moment dat je ze geheeld hebt, dan ga je merken dat ook je relaties gaan veranderen, dat je andere mensen zal aantrekken, of dat je relatie zal gaan groeien en veranderen. Het gevoel van vast te zitten, en of dat dan nu in een relatie is of groter op macro niveau ten aanzien van verplichtingen in de maatschappij, dat is allemaal een illusie. Want je hebt altijd de keuze en je bent altijd vrij. Niets of niemand kan je beperken als jij dat niet toestaat. Mensen met bindingsangst hebben vaak ook angst om afgewezen te worden. En hoe raar dat, dat ook klinkt, maar de angst om niet goed genoeg te zijn, bijvoorbeeld, zorgt ervoor dat ze weglopen in het relatie. Want dat geeft hen het gevoel dat ze toch nog controle hebben over leven. Waar dat ze anders misschien op een bepaald punt zullen moeten dealen met hun vrees dat ze inderdaad niet goed genoeg waren voor die persoon. Dus hier, op dat punt, gaan ze dan zichzelf ook weer gaan saboteren. Maar ook oude rolpatronen, waar dan mannen moeten voorzien en zorgen voor vrouw en kind, kan voor veel zielen de oerwoorden van bindingsangst triggeren. Want wat als ze niet in staat zijn om te voorzien voor hun familie? Dus ook hier, ga naar binnen en kijk je overtuigingen aan. Jij hebt de kracht om ze te veranderen, zodanig dat ze ondersteunend zijn voor jouw leven en voor jouw geluk. En wanneer jij merkt dat je last hebt van bindingsangst, kijk dan ook eens of dat het verbonden is met de manier waarop je relaties in het verleden hebt ervaren. Bijvoorbeeld, ben je te vaak gekwetst geweest? Of zelfs, hoe was de relatie, hoe was de binding, de hechting met je ouders? Als, het een, als je inderdaad een hechting had en een binding had met die relaties, was die gezond, was die, uh, met die ouders bedoel ik, was die gezond of was die ongezond? En kijk ook eens uh, hoe dat de relatie was met je moeder. Want je moeder is eigenlijk de eerste persoon die de belichaming is van die vrolijke energie. En een moeder die haar te veel opdringt vanuit haar eigen angsten en vanuit de leegte in zichzelf, dus vanuit die vervormde vrolijke energie, kan eigenlijk onbewust haar kind gaan onderdrukken. Waardoor dat hij geen zuurstof meer krijgt om zelf te gaan leven. En ook dan kan er sprake zijn van het ontstaan van bindingsangst. Dus heb je in een vorige relatie ervaren dat er geen balans was in geven en ontvangen van liefde. Um, kijk eens van hoe heb je genegenheid ervaren. Of hoe ervaar je genegenheid. En hoe ervaar je de voedende eigenschap van de vrolijke energie. Dit alles zal bepalen... In de manier waarop je opnieuw in relaties gaat gaan staan. En zeker in romantische relaties. Omring jezelf dan met mensen die die vrouwelijke en mannelijke energie in zichzelf al geheeld hebben. En zoek vrouwen die die vrouwelijke energie op een gezonde, geheelde manier kunnen uiten. Zodat je ook de ruimte krijgt om jouw angst voor verbinding, de angst voor eenheid, die angst voor onvoorwaardelijke liefde te helen. Maar jij bent het waard om dat op een gezonde manier te gaan ervaren en om een, om een gezonde relatie vorm te gaan geven. Um, en wanneer dat jij het gevoel hebt dat wanneer dat iemand jouw liefde geeft, dat je dat onmiddellijk ook als een, een teken van zwakte gaat gaan zien, dan is ook hier deze wonde de oorzaak of eigenlijk de, de basis, ligt die aan de basis van dat gevoel of van dat, die overtuiging. Dus ook daar, kijk eens wat er gebeurt, welke gedachten komen boven, welke emoties komen boven. En vooral, wat wordt er jou getoond zodanig dat je ook die kan gaan helen en transformeren voor gezondere relaties.